bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe skincare video. Ik besefte mij dat ik mijn ochtend skincare routine nog nooit aan jullie heb laten zien. Niet op YouTube, niet op Instagram. Ik heb al wel een hele avond skincare routine video gemaakt. Die staat al online hier op mijn kanaal. Want dat is mijn grootste routine. Maar het kwam helemaal niet in me op dat ik eigenlijk ook een makkelijkere en snellere ochtendroutine heb. Want ook in de ochtend moet ik mijn huid een beetje verzorgen voordat ik ga beginnen aan mijn make-up. Deze routine is niet zo uitgebreid als mijn avondroutine, maar het is gewoon mijn snelle ochtendroutine om mijn huid een beetje te verzorgen en een beetje wakker te maken en klaar te maken voor de dag. Dus ik dacht, zo'n video, het lijkt me ook heel leuk en interessant voor jullie. Dus ik ga jullie vandaag laten zien wat mijn ochtend skincare routine is. Het is nou 8 minuten over 10, dus het is nog ochtend, dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuw en leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, ik sta in mijn badkamer, dus er kan een beetje een echo zijn. Ik gebruik wel gewoon een microfoon, maar ondanks dat kun je af en toe toch nog de echo horen. Dus excuses daarvoor alvast als je een beetje echo hoort. Want ik weet dat dat een beetje irritant kan zijn. Oké, ik heb nog helemaal niks gedaan qua skincare of op mijn gezicht. Het enige wat ik vanochtend al heb gedaan is gedoucht. En that's it. Het allereerste waar ik altijd mee begin is heel cliché, maar dat is gewoon mijn gezicht wassen. Ondanks dat ik altijd in de ochtend douche, was ik niet mijn gezicht in de douche, want dat water is te heet en dat is schadelijk voor je huid. Dus was nooit je gezicht in de douche, want 9 van de 10 mensen douchen echt met heel erg heet water, wat te heet is voor je gezicht. Dus ik was mijn gezicht altijd apart, gewoon hier onder de kraan met een beetje lauw / koud water. Mijn gezicht wassen geeft me altijd zo'n fijn gevoel, het maakt me helemaal wakker en helemaal zo refreshed. En dan ook vooral bij mijn ogen om die lekker wakker te maken en schoon te maken. Oké, nou, we zijn lekker schoon en refreshed. I love it. Het eerste product wat ik dan altijd aanbreng is mijn Filorga Essence. Dit is een anti-aging essence. Dus deze smeer ik altijd als allereerst op mijn gezicht. En dit is wat de naam al zegt, anti-aging. Dus dit gaat ervoor zorgen dat mijn huid niet zo snel ouder wordt. En deze breng ik altijd als eerste aan. Want dan heeft hij ook altijd een aantal minuutjes om in te werken terwijl ik andere dingen doe. Dit product ruikt ook echt heerlijk. Dan terwijl deze essence inwerkt, ga ik mijn lippen doen. Ik heb altijd hele droge lippen. Dus echt standaard elke ochtend doe ik mijn lippen scrubben. En ik gebruik daarvoor deze scrub van Jeffree Star Cosmetics. Dit is de Jeffree Star x Shane Dawson Velour Lip Scrub Diet Root Beer. Ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo lekker ruiken. Ik vind hem wel heel erg fijn, maar de geur vind ik niet zo fijn. Maar ik had deze gewoon ooit ontvangen in een mystery box. Dus ik wilde hem gewoon opmaken. En hij is al bijna op, zoals je kunt zien. Wat ik dan doe is, ik pak een beetje scrub. Ik breng het aan op mijn lippen. En dan met een wattenschijfje ga ik scrubben. Want dit werkt beter dan gewoon met mijn vingers. En dan als ze helemaal zijn gescrubd, ga ik in met deze Catrice Lip Serum. Dit is de Catrice Lip Serum. Ik ga gewoon altijd in met iets wat mijn lippen gewoon hydrateert en een beetje zacht maakt. Dat kan een lipbalm zijn, een lipolie of zo'n lipserum. Deze heb ik net een paar dagen geleden gehaald bij de Kruidvat. Een weekje geleden ongeveer. En ik vind hem echt best wel fijn. Hij maakt mijn lippen heel smooth. Dus hier ga ik er dan mee overheen. Ook altijd wanneer ik mijn video's begin, heb ik al iets op mijn lippen. En dat is dan altijd zo'n soort product. Wat ik het fijnst vind om te gebruiken is altijd een lipolie. Oké, dan is nou onderhand mijn Filorga Anti-Aging Essence al helemaal ingetrokken. Dus nu ga ik in met Moisturizer. En ik gebruik deze Moisturizer van Olay. Dit is de Olay Regenerized Collagen Peptide 24-Day Cream. Die vind ik heel erg fijn. En afhangend van of ik naar buiten ga of niet, breng ik ook een zonnebrandcreme aan. En die ik gebruik is van Clarins, de UV Plus 5P zonnebrandcreme. Ik ga bijna elke dag wel naar buiten, dus dan breng ik ook altijd zonnebrandcreme aan. En ik mix ze gewoon zo samen. En als ik echt zeker weet dat ik niet naar buiten ga of pas wanneer de zon onder is, dan breng ik alleen maar dagcreme aan. Vandaag ga ik wel naar buiten, dus vandaag ga ik ze allebei aanbrengen. Dit is echt een stap die je echt niet mag vergeten. Het dagcreme moisturizer moet echt altijd. Als je dat niet opdoet, is je gezicht gewoon heel erg stroef. En ook al heb je een vettige huid, je moet je huid altijd moisturizen. Dus sla die stap nooit over. En als je naar buiten gaat, breng ook altijd zonnebrandcreme aan. Want dat gaat zoveel verschil maken in hoe je huid eruit ziet over een aantal jaar. Of er nou zon is of niet, het maakt niet uit. Breng gewoon een zonnebrandcreme aan. Wat ik dan doe, is ik pak een beetje dagcreme. En ook een beetje zonnebrandcreme. En dan mix ik het gewoon zo samen. En dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele gezicht.
En dan trek ik het ook zo door naar mijn nek, want ook die heeft bescherming nodig. Oh, ik vind het altijd zo'n fijn gevoel. Ik heb best wel een droge, stroeve huid. Dus het is altijd heel fijn als ik mijn crème heb aangebracht. Omdat mijn huid dan altijd zo lekker fijn aanvoelt. Lekker zo zacht en gehydrateerd. Oké, nou dit laat ik dan ook een beetje intrekken. En dan als dat helemaal is ingetrokken, vind ik het ook altijd fijn om in te gaan met een hydraterende spray. Dit is de Clarins Hydra Essential Hydrating Spray. Deze vind ik echt heel erg fijn, omdat hij niet too much is, maar toch wel mijn gezicht een beetje hydrateert. Oké, mijn hele gezichts skincare ochtendroutine is dan eigenlijk basically klaar. That's it. Nou is mijn gezicht helemaal geprept en geprimed en helemaal klaar om in te gaan met make-up. Of niet, als ik gewoon een make-uploze dag heb, dan doe ik dit ook. Het heeft verder niks te maken met of ik me ga opmaken of niet. Dit is gewoon standaard wat ik doe elke ochtend. En dan iets extra's wat ik ook vaak doe in de ochtend is mijn handen is een beetje handcare. Wanneer ik helemaal klaar ben, ga ik mijn handen wassen. En dan zo nu en dan scrub ik ook mijn handen. Ik heb deze handscrub gehad van Human Plus Kind. Deze zat in een goodiebox. En dan ga ik ook mijn handen scrubben. En dan extra goed schoonmaken. Maar dit doe ik misschien 1 keer per 3 dagen of zo. Ik heb mijn handen een beetje nat gemaakt. En dan pak ik gewoon zo een beetje scrub. En dan ga ik gewoon zo over mijn hele handen. Dit ruikt ook echt heerlijk. En het maakt je handen super zacht. Ik vind dat echt een heel fijn gevoel. En ook goed lekker schoon. En dan was ik mijn handen gewoon weer. Nou jongens, dit was dan mijn ochtend skincare routine. Mijn huid voelt super zacht aan en mijn handen ook. I love it. Ik vind het altijd een super fijn en prettig gevoel om deze routine te hebben gedaan elke ochtend. Want dan kan ik lekker mijn dag lekker fris en wakker beginnen. Je gaat echt merken dat als je een beetje een kleine ochtendroutine erin houdt, dat je echt veel meer zin hebt in de dag en veel meer energie hebt en dat soort dingen. Oké, nou ga ik mij gewoon opmaken. Ik ga mijn haar doen en alles en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, dat was dan mijn ochtendroutine. Ik ben nou helemaal opgemaakt. Ik heb zelfs mijn haren geverfd. Ik weet niet of het opvalt, maar mijn haar is nou helemaal zwart. Het is een hele snelle, korte routine, maar ik vind hem altijd echt super fijn in de ochtend. Laat me weten beneden in de reacties wat je ervan vond en ook wat jouw ochtendroutine is en of je er überhaupt wel eentje hebt. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!